Frans Maassen was een succesvol wielrenner. Nu is hij ploegleider van Lotto Jumbo. Het is heel erg druk, maar nu even tijd voor een gesprek. Frans, je bent al vroeg begonnen met je carrière als wielrenner. Wanneer begon het allemaal? Het wielrennen zelf, dat begon eigenlijk, ja... Ik ben als eerste als junior begonnen. Dan was ik 18 jaar. 18 jaar. Ja. Maar je hebt daar in die periode vooraf, heb je waarschijnlijk ook al veel gefietst. Ja, ik deed gewoon allerlei sporten. Ik deed schaatsen, wielrennen, voetballen was het belangrijkste, tennissen. Ja, zwemmen. Ik heb eigenlijk heel veel sporten gedaan. En uiteindelijk ja, toch besloten met 18 jaar om een licentie aan te vragen en wielrenner te gaan worden. En komt dat ineens dat je denkt van, ik moet een keuze gaan maken, ik ga die richting uit, of heb je toch een aanloop? Ja, dat was eigenlijk door toeval. Ik speelde toen met 16 jaar heel vroeg in het eerste helft van Halen en het was eigenlijk wat te vroeg voor mij. Want mijn vrienden die bleven in de A-jeugd voetballen en ja, ik was er mentaal nog niet klaar voor. En ja, dat was eigenlijk ook gelijk mijn redding, want mijn fietsen kon ik eigenlijk veel beter als voetballen. En ja, toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. En dan ga je licentie aanvragen en hoe gaat dat dan verder? Ja, dan zoek je zeg maar ervaren mensen hier in de omgeving en ja, dan kwam ik al snel bij Huub Adenboom. Dat was een, de man die alles van wielrennen wist en ja, dan ging ik rondfietsen en neer op de hei of op de Vlaassen nog beter. En ja, toen ging het helemaal snel. Toen kom je bij een clubje en dan kom je door heel Limburg te fietsen. Dan vergoot je je trainingsterrein en ja, dan... Dus vanaf dat je eigenlijk een licentie krijgt, dan word je begeleid naar wat professionele renner? Nou, nee, zo was het toch niet. Je moet het eigenlijk toch even zelf je weg vinden. En, ja. Ja, met Jacques Beurskes en Huub Adenboom en later Leon Nevels en Jan Hugens krijg je steeds meer mensen die, ja, die heel, heel veel van fietsen wisten. En ja, die hebben allemaal mij dingen aangereikt en ja, daar haal je dingen uit en uiteindelijk vind je jezelf dan je weg. En op een gegeven moment dan is het zover, dan ga je profrijden, hè? Maak ik misschien een kleine sprong in de tijd. En dan begint dat met rondes. Ja, nou goed, ja, dat ging ook in. En, ja, binnen een paar jaar werd ik profielrenner. En ja, voor je het weet rijd je dan de Tour de France. En ik was mijn tweede jaar dat ik prof werd, hè, mocht ik al meedoen aan de Tour. Ja, en dan ben je echt wielrenner eigenlijk. Hè. Ja, want dat is dan toch eigenlijk wel het hoogste wat je kunt... behalen als wielrenner met de Tour mee? Ja, voor een wielrenner eigenlijk wel, maar de Olympische Spelen, ja, ik heb zelf in mijn tijd mochten profs niet meedoen aan de Olympische Spelen. Dus, waarom was dat? Ja, dat was toen een regel. Als je beroepsrenner werd, dan mocht je niet aan de Olympische Spelen meedoen. In die tijd, als je betaald werd, dan mocht dat niet. Maar dat zijn ook beroeps die daar meedoen? Ja, in die tijd. Nu is die regel veranderd. Of in 1996, dat was eigenlijk het eerste jaar dat ik gestopt was. Toen werd het veranderd. Toen mochten beroepswielrenners wel meedoen aan de Olympische Spelen. Dus dat is eigenlijk nog een stap hoger. Maar voor een wielrenner is eigenlijk de Tour de France het hoogste wat je, ja, vind ik zelf, wat je kan bereiken. Maar dan ben je dan wel vrij talent voor als je zo snel met die Tour mag meedoen? Nou, maar ja, goed, ik zeg al, het ging in één keer heel snel. Ja. En ik won dat jaar volgens mij 13 wedstrijden. En, etappe in de Dauphiné en Romandie en ja, wat kleinere dingen en ja, dan word je in één keer geselecteerd in, om mee te mogen doen aan de Tour, ja, dan ben je echt vertrokken. En ben je dan ook, zit je dan ook in een soort euforie dat je denkt van yes, nou hoor ik er helemaal bij? Ja, ik dacht zelf van ja, nou ben ik helemaal tussen de grote jongens en dat was ik wel. Want het eerste jaar reed in de Tour ook ontzettend goed nog. Zelf reed ik eigenlijk ook best goed en won de rode trui. Dat was toen een tussensprintklassement en we wonnen toen 6 etappes. Wonnen we 6 auto's, dus ik dacht ik ben gelijk een rijk man. Nou, dat viel in de praktijk nogal tegen, maar ja, het was gewoon een schitterende ervaring en mijn eerste Tour was ook gelijk mijn mooiste. En hoe zwaar is een Tour fietsen? Ja, dat is wel een ontiegelijk zwaar, dat heb ik wel onderschat. Want aan de ene kant denk je van, ja, het is mooi om er mee te doen en je wil per se Parijs halen, dat sowieso. En, maar ik heb momenten in de Tour gehad dat ik dacht, ik hoop dat ik zo meteen ga vallen en als ik dadelijk val, dan blijf ik gewoon liggen. Want moest me niet meer op te rapen, want zo kapot kun je zijn. Maar wat is dat dan? Is dat, kijk, je hebt vast goed genoeg conditie, je hebt het talent ervoor. Maar wat gebeurt er dan dat je denkt van, zo, van mij mag het nu stoppen?
Wat is dat dan? Ja, maar ik zeg, je hebt dan even de drang om te zeggen van ik stop ermee omdat het zo zwaar is. Maar van de andere kant, als je dan al zou vallen of moeilijk zou hebben, dan vecht je tot het einde toe. En ja, je wil gewoon sowieso uitrijden in de Tour. Maar wat iedereen... is dat dan dat je zo'n terugslag hebt? Is het toch echt het fysieke zwaarte? Nou ja, mijn kracht lag meer dat ik een eendagsrenner was. Dus ik... Ja, en vooral het niveau. Dus ik kom als jonge renner kom in de Tour, maar als oud renner ook, dat maakt eigenlijk niet uit. Want de Tour is zo zwaar, er komen de 200 beste van de wereld. En die pijnigen zichzelf tot het maximale. En ja, fietsen is ook best wel natuurlijk een zware sport. En met de weersomstandigheden, de hitte, de snelheid, de stress van het om niet te vallen, de snelle afdalingen, de bochten, het publiek langs de kant. Ja, dat maakt het allemaal altijd enorm stressvol en zwaar en ja, niet alleen fysiek, maar ook mentaal een hele zware sport is. Zijn de rondes, als je met elkaar vergelijkt, even de grote rondes, het Giro en de Vuelta en de Amstel Gold Race, mag misschien ook wel meedoen. Zijn die vergelijkbaar qua zwaarte? Ja, ik denk misschien nog wel dat de Giro en de Vuelta dit jaar dat die nog wel zwaarder waren als de Tour qua parcours. Maar niks is de zwaarte te vergelijken, denk ik, met omdat de Tour de allerbeste daar naartoe werken en daar allemaal top zijn, maakt het dat de Tour toch bij, ja, dat is toch wel de zwaarste wedstrijd. Maar qua parcours is vaak de Giro of de Vuelta zwaarder. En maken ze het ook elk jaar zwaarder? Nou, dat wisselt het ene jaar voor het andere, maakt wel een beetje verschil, maar ja, de renners maken natuurlijk de koers. Kijk, soms waren de overgangsetappen, die lijken niet heel zwaar, maar voor de meeste renners waren dat de zwaarste etappes, omdat je dan niet mocht lossen en anders kom je te laat binnen. Dus dan, ja, dat speelt natuurlijk ook mee. En is er ook een grens dat je zegt van, ja, meer kan je eigenlijk als wielrenner niet aan? Nou, grens is er zeker. Kijk, nou is de discussie met het WK in Qatar, de hitte is, ja, wat is daar de grens? Is het 45 graden in de hitte fietsen in een zandbak of, ja, of is het extreme kou dat je vaak tegen de sneeuwgrens aan moet koelen? Dat zijn zaken, ja, daar is nou wel een weerprotocol, zeg maar, voor gekomen dat ook de organisatie en de renners een stem hebben van ja, dit is nog verantwoord of dit niet meer. En maar dan hebben we het over extreme temperaturen, maar de Tour is zijn temperaturen van nou, regenachtige dagen van 15 graden. Als je dan in het noorden zit en dan ga je naar het zuiden en dan worden het over de 30. Maar dat is allemaal nog net te doen. Ja, 40 graden is ook nog wel te doen, maar we hebben gewoon ook in Australië de laatste 2 jaar hadden we ook tegen de 40 graden en dan wordt er ook verschrikkelijk hard gefietst en dat gaat allemaal wel. Ja. Dus ja, dat hoort erbij. Maar heb je als wielrenner ook, als je stopt hè, met je actieve loopbaan, heb je dan ook nog wat naverschijnselen dat je zegt, ja, dat komt toch echt van het wielrennen? Ik heb wel fysieke naverschijnselen. Ja, ik had vooral problemen met mijn gewicht. Want, ik stop met fietsen in oktober en 2 maanden later was ik 10 kilo zwaarder. Dus ik had de neiging om toch veel te blijven eten. En je stopt al helemaal om ook andere dingen wat je normaal als wielrenner minder zou eten. Dus ja, toen heb ik wel gezegd, nou is goed, 80 kilo en meer word ik niet. Dus daar zit ik nou nog steeds op en dat probeer ik altijd wel een beetje bij. Ergens ben je ook verslaafd aan inspanning. Er zijn veel mensen die fietsen of tennissen, die hebben dat toch nog, of hardlopen of wandelen, die daar toch de neiging hebben om dat ja, structureel iedere week 2 of 3 keer te moeten doen. Ja, ja. Of jezelf dat op te leggen. En dat heb ik wel een beetje gehad, zeg maar, nou toch. Te blijven sporten. En als actieve wielrenner wordt het ook op je vrije dagen, blijf je dan ook fietsen? Is dat nodig? Als profwielrenner wel. Dan moet je dat doen. Dan fiets je bij. Ja, goed, het is wel, je kan best in 1 dag per week niet fietsen als profwielrenner, maar de meeste wielrenners fietsen eigenlijk alle dagen toch wel. En dan hebben we het over 100 kilometer om het een beetje? Ja, het laatste jaar dat ik fietste had ik 33.000 kilometer, zeg maar in een jaar. Even terug naar de Tour. Ik kijk ook graag naar de Tour en dan zie je dat vooral als je in die bergen komt, dan word je elk jaar wordt het erger, het publiek. Wat bijna midden op de weg staat en de renners belemmert om door te fietsen. Ik neem aan dat jullie dat ook niet leuk vinden. Is daar niet wat aan iets aan te doen?
Ja, goed, het begint met de supporters zelf natuurlijk. Kijk, als zoveel mensen komen kijken naar de Tour, als je naar de Mont Ventoux gaat, geeft het natuurlijk een enorme kick als je die mensenmassa invliegt tegen die berg op. En van de ene kant is het enorm kicken, maar ja, van de andere kant, ja, iedereen wil toch zoveel mogelijk zien van die renners. En, ja, het paadje wordt steeds smaller en ja, als ik met de volle auto erachter rijd, dan heb ik altijd schrik om kinderen te raken. En ja, ieder jaar rijd ik mensen over de voeten heen niet te laat wegspringen. En, dus, en voor de renners is het ook enorm gevaarlijk, want ja, je hoeft maar even te raken. En je hebt dit jaar gezien in de etappe naar de Mont Ventoux met de drukte, met Froome en alles. Dus dat was wel. Je kan met de hele berg afzetten met dranghekken, maar ja, het is natuurlijk een flinke organisatie om dat voor elkaar te boksen. Het wordt lijkt wel allemaal een beetje gevaarlijker door ook wat meer volgauto's, motoren die fietsers raken. Het gaat toch allemaal. Ja, soms kantje boord en soms gaat het ook mis. En je ziet ze misschien wat meer die talu inschieten. Wat zijn dat voor ontwikkelingen eigenlijk? Ja, dan krijgen we het weer. Het wordt allemaal steeds drukker, hè? Om te trainen. Je merkt het aan de mensen. Ja, heel veel oudere mensen hebben e-bikes, die fietsen heel veel. En een goede ontwikkeling, maar het is wel zo dat er steeds meer mensen en het allemaal steeds drukker wordt. En op de fietspaden, ja, het is natuurlijk niet heel breed. En als je daar met iets grotere snelheid aankomt, jakker als wielrenner, ja, dan maak je niet altijd even geliefd bij de andere gebruikers van een fietspad. En daarom is het denk ik ook belangrijk om gewoon een veilige wieleromgeving te creëren. En vandaar dat we ook een dat initiatief hebben genomen om ook in Midden-Limburg zo'n baan te kunnen krijgen. Dat de mensen toch op een veilige manier ook hun sport kunnen bedrijven. Ja, misschien kun je uitleggen wat precies de bedoeling is. Er komt, althans de bedoeling is, hè, als het allemaal goedgekeurd wordt en misschien ook nog de financiën, dat er een wielerbaan gaat komen. Voor wie is die bedoeld? Ja, met name voor de jeugd. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Die moeten veilig hun sport kunnen bedrijven. En vaak is het voor de ouders moeilijk om tegen iemand van 10, 11 jaar te zeggen, nou, ga maar een rondje fietsen door Limburg. Dat gaat echt om talentontwikkeling. Nee, dat is wel de hoofdzaak, vind ik. Want de jeugd, ja, die moeten we denk ik kansen bieden om ook als wielrenner veilig hun sport te kunnen bedrijven. En ja, ik denk doordat het steeds drukker wordt, dat het wel een goede zaak zou zijn als in heel Limburg binnen een regio zo'n baan zou liggen. En je hebt nou een schitterende baan in Venlo, dan komt er een Stijn in, een Landgraaf ligt erin. Zijn er nu te veel dan? Nou, ik denk niet, want dus, wij hebben jaren geteerd op in Limburg van ja, we hebben de mooiste parcoursen met de klimmetjes en alles. Maar het wordt steeds drukker en ja, het wordt voor de wielrenners toch vaak moeilijker om veilig je sport te kunnen blijven beoefenen. En ja, zeg dat je 4 keer gaat fietsen. En als je dan mensen kan motiveren om 1 keer van die 4 keer op een baan te rijden. Want je gaat niet alle dagen op een baan rijden. Maar ik denk dat er wel echt vraag naar is en behoefte zou zijn om in iedere regio zo'n baan te hebben. En in Noord-Holland en Brabant heb je er veel meer. En dan ligt het in Utrecht en Zuid-Holland ook. Maar in Limburg is het altijd een beetje ondergesneeuwd geweest, omdat het niet nodig was, omdat wij toch al de mooiste parcours hadden. Ja. Maar ja, ik denk dat we daar wel aan toe zijn nou. Ja. En nog even over iets anders, wat ook met sport te maken heeft, is geld. Hè? Een wielrenner, naar mijn idee, wordt veel minder goed betaald dan een voetballer. Dat gaat over miljoenen. En in de wielersport werkt dat op een andere manier. Hè? Ik weet niet of ze daar ook met overnames enzovoorts werken. Hoe zou je dat kunnen uitleggen? Ja, een wielrenner verdient wel minder als een voetballer, maar dat geldt eigenlijk voor iedere sporter. Hè? Dus de voetballers die hebben door de tv-inkomsten zo'n mega budget. Ja, die het is veel populairder. Het is heel populair omdat er veel mensen naar kijken op tv en alles, maar door de enorme bedragen die ze betalen voor de tv-rechten, ja, zie je dat die clubs enorm rijk worden en ook natuurlijk door de stadions vol zijn. En bij fietsen zijn ook heel veel toeschouwers, maar die betalen allemaal niks. Dus daardoor mis je enorme inkomstenbron al. Plus de tv-rechten wordt een tourorganisatie natuurlijk veel geld voor betaald om de tour te mogen uitzenden. Maar ja, dat komt meer terug bij de tourorganisatie en daar profiteren de ploegen niet echt van. En dat heeft er al mee te maken.
komt toch wel bij kijken dat de wielrenner niet slecht hoeft te verdienen. Maar als je dat vergelijkt wat voor afzet tegen bijvoorbeeld, weet ik veel, Epke Zonderland of een meisje wat goud won op de balk. Die moeten ook, of roeiers, die moeten, of de volleyballers of de handsbalsters, die moeten ook heel veel trainen en heel veel hard trainen om de top te halen. En die verdienen ook wel minder als een wielrenner. Dus ja, het is maar net hoe dat evolueert in zo'n sport met tv-rechten en alles. En nog even over de budgetten waarmee jullie de wielrenners kunnen trainen enzovoorts. Die verschillen per ploeg, hè? En dat heeft ook alles te maken met de sponsoring enzovoorts. Ja. Heb je dan niet een ongelijke budget om je mensen te trainen? Want het is natuurlijk niet alleen talent, hè? Zeker. Maar ja, goed, daar qua trainingsfaciliteiten, ik denk dat dat niet de duurste hoeft te zijn, maar ja, vooral doordat de rijke ploegen de beste renners kopen, heb je al een enorme voorsprong. Maar ja, topsport is per definitie niet eerlijk, dus zo werkt het in het voetbal ook. Als je een beetje behoorlijk voetbalt en je speelt bij PSV of Ajax of Feyenoord, dan word je ook weggekocht door de buitenlandse clubs die veel meer geld hebben. En zo werkt dat in het fietsen eigenlijk ook wel. Alleen in het fietsen hebben wij wel het voordeel dat het not done is om zeg maar renners weg te kopen gedurende het seizoen. Dat gebeurt niet. Mm-hmm. Dus eigenlijk pas aan het eind van het jaar dat een renner een ploeg verlaat. En het nadeel of het voordeel, zo je wil, is dat die ploegen ook geen afkomst ontvangen of hoeven te betalen. Dus dat is, zo gaat het in het wielrennen. Dus het komt er ook een beetje op neer, dus hoe meer de ploeg aan geld heeft om het uit te geven, hoe beter renners je eigenlijk kunt binnenhalen. Ja, zeker de duurste. En qua training maakt het niet zoveel uit? Nee, dat maakt niet zoveel uit, want de meeste renners, kijk naar Spanje of om een hoogtestage, dat is voor de meeste ploeg allemaal te betalen. Natuurlijk in de fietsen kun je nog, in het materiaal kun je nog een hoop winnen en zoeken. Nou, de beste ploeg hebben vaak ook, meestal ook wel de beste materialen, maar heel veel fietsenmerken zijn tegenwoordig top, dus dat scheelt ook niet zo heel veel van elkaar. Dus een rijkere ploeg of een ploeg met een groter budget, die hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om de beste renners te kopen. En nog even zo tegen het eind, hoeveel talent moet je hebben als individu, als wielrenner, en hoeveel zit er nog een stuk training bij om goed te kunnen fietsen? De basis moet niet zo zijn voor een jonge wielrenner, denk ik, om zozeer prof te moeten worden, want dat lukt er maar heel weinig. Maar je moet talent hebben. Je moet wel talent hebben, dus je moet een aantal, dat klinkt heel goed, zoveel watt per kilogram kunnen trappen. Nou, dat is wel belangrijk, dat je zeg maar een grote motor hebt. Ja. Maar daarbij komt ook, als jij een specialiteit hebt, of je kan klimmen, of je kan goed tijdrijden, of je kan sprinten, dan heb je meer kans om het te redden als profrenner dan dat je zeg maar van alles een beetje kan. Okay. Maar goed, het is heel breed en je komt vanzelf al bovendrijven. Als je hard kan fietsen, dan val je vast wel ergens op en dan kom je in een betere ploeg. En dan rol je echt wel zo naar de top toe. En dan komt het echt wel.